De wet werk en zekerheid is aangenomen door de Tweede Kamer. En dat betekent dat een hoop aantal wijzigingen ingevoerd moeten worden. Die hebben met name betrekking op de flexibele arbeidsmarkt en het ontslagrecht. En dat heeft natuurlijk een hoop gevolgen voor het MKB. Ik ga praten met Susan Nooyen en Simone Kaper van Kaper Nooyen Advocaten. Welkom. Dankjewel. Laten we eerst even praten over die contracten voor bepaalde tijd. Wat gaat daar precies in veranderen? Nou, daar gaat heel veel in veranderen. Want wat de wetgever wil, die wil eigenlijk voorkomen dat mensen te lang in onzekerheid zitten en alleen maar contracten voor bepaalde tijd krijgen en nooit de status krijgen van een contract voor onbepaalde tijd. Dat is een soort van statussymbool geworden nu om een vast contract te hebben. Nu mag je 3 jaar lang contracten voor bepaalde tijd geven als werkgever zijnde. Dat wordt ingeperkt tot maximaal 2 jaar. En nu is het zo dat je, als je na 3 maanden iemand niet in dienst hebt, dan mag je opnieuw beginnen te tellen. Het gebeurt bijvoorbeeld heel veel in het onderwijs, hè, de zomervakantie. Je stuurt iemand 3 maanden naar huis en daarna ga je weer opnieuw contracten tellen. Ja, ga je opnieuw tellen. En dat wordt nu 6 maanden. Dus dan wordt het wel veel lastiger om die constructie in stand te houden. Maar eerst even van die 3 jaar naar die 2 jaar. Want wat levert dat dan op? Voor wie is dat iets te winnen? Ja, goeie vraag. De gedachte is dat dan een werkgever eerder een contract voor onbepaalde tijd zal geven. Ja, maar hij kan ook zeggen weg met jou en de volgende en ja, ik hou de lonen lekker laag. Ja, dat is een heel terecht punt. Dus we zullen moeten zien of dat inderdaad zo gaat uitpakken als het bedoeld is door het kabinet. Maar wij hebben daar ook wel onze vraagtekens bij. En er gaat nog veel meer veranderen in die contracten voor bepaalde tijd. Zo is het nu zo, hè, een contract voor bepaalde tijd, dat is echt een bepaalde tijd. Dus dat loopt gewoon van rechtswegen af, daar hoef je niks aan te doen. Dus de werkgever hoeft niet te zeggen, over 14 dagen loopt jouw contract af? Nee, het is wel netjes om dat te doen, maar het hoeft niet. Er staat ook geen sanctie op als je het niet doet. En dat gaat veranderen. Wat natuurlijk eigenlijk al gewoon goed fatsoen is. Namelijk iemand op tijd laten weten. Je mag blijven of we stoppen ermee. In de wet komt voortaan te staan dat je dat een maand van tevoren moet je dat echt bespreken met je werknemer. En als je dat niet doet? Een maand loon als boete. En dat kan oplopen ook nog? Nee, dus maximaal een maandloon. En stel je bent 2 weken te laat, dan betaal je 2 weken boete. We gaan even naar het ontslagrecht. Wat is daar de grootste verandering in? Nou, er zijn eigenlijk 2 heel grote veranderingen die naast elkaar zijn ingevoerd. De eerste grote verandering is dat, zoals het ontslagrecht op dit moment is ingericht, kun je kiezen als je als werkgever een personeelslid of meerdere personeelsleden wilt ontslaan. Dan kun je kiezen of je neemt de route via het UWV. Dan vraag je een opzegvergunning en als je die krijgt, dan kun je opzeggen. En bij die opzegging ben je geen vergoeding verschuldigd. Of je kiest de route via de kantonrechter en die kantonrechter die kan de arbeidsovereenkomst ontbinden, maar die heeft daarbij ook de vrijheid om te zeggen, goh, ik koppel aan die ontbinding een zeker prijskaartje. En dat prijskaartje dat wordt ingevuld door de kantonrechtersformule. Zo is het een hele grote trekken nu. En het wordt dadelijk zo dat de ontslagroutes worden voorgeschreven op basis van de ontslaggrond. Dus wanneer je als werkgever besluit om te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of na 2 jaar ziekte, dan ben je verplicht om de route via het UWV te volgen. Je mag niet naar de kantonrechter, dan ben je niet ontvankelijk. De tweede grote wijziging, en die is eigenlijk alleen maar goed te beoordelen als je hem in die context beschouwt, is dat je langs allebei de routes op hetzelfde punt uitkomt, namelijk bij de transitievergoeding. Wij kennen nu een ontslagvergoeding die naar billijkheid wordt toegekend op basis van de kantonrechtersformule. Die de kantonrechter eigenlijk altijd een beetje als smeerolie in zo'n procedure kan gebruiken. Heb je als werkgever je dossier niet helemaal op orde, maar wil je toch van die werknemer af? Ach, dan trek je de portemonnee wat verder open en die kantonrechter masseert dat op zitting en dan kun je toch uit elkaar gaan. Dat houdt helemaal op. Maar wat betekent dat nu? Dat heel veel ondernemers denken, ik gooi er nog maar even snel een paar uit voordat de regels strakker worden ja, en ik aan het betalen kom? Dat is denkbaar. Die transitievergoeding die is wettelijk voorgeschreven. Niet alleen dat die verschuldigd is, maar ook hoe je moet berekenen. Daar zit geen vrijheid meer in. En wanneer gaat dat in? Want er is nog een beetje tijd. Ja, dat 1 klinkt juli heel 2015. Flauw. Maar ja, je kunt dus verwachten dat er nu ontslagen gaan vallen. Ja, mensen die toch al voornemend zijn om te reorganiseren, die doen er goed aan om daar nu over na te denken. En toch zie ik hier 2 intelligente, aarzelende advocaten staan. Ja, nou dat komt ook wel omdat onze doelgroep voor het grootste deel bestaat uit MKB-bedrijven. En wij voorzien, en dat doen we met angst en beven, dat daar de klappen gaan vallen. Wat is jullie tip?
drieërlei misschien zelfs wel, reserveertijdig. Want je ontkomt niet meer aan die ontslagvergoeding, die transitievergoeding die je verschuldigd gaat raken. En, tip 2. Tip 2, zorg voor een heel, heel adequaat HR-beleid. En zorg dat je je contracten ook op tijd op orde hebt. Hè? Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 1 juli 2015 ingaan. Nou, dat klinkt nog, nou, dat is volgend jaar, maar dat komt toch met rassenschreden dichterbij. En zorg ervoor dat die contracten goed ingericht zijn. Want ja, wij denken echt dat het MKB het kind van de rekening is van dit wetsvoorstel. Ja, dat kan het natuurlijk, mag het absoluut niet zijn. Nee, MKB is de werkgever van Nederland en de motor achter onze economie. Laatste vraag. Jullie hadden net de tips voor het MKB. Hoe anticiperen jullie nu al vanuit je dienstverlening naar je potentiële klanten? Kennis delen. Dat is eigenlijk het enige wat wij echt kunnen doen om mensen te laten voorbereiden op de situatie die gaat komen. Wij geven seminars, in-house cursussen, workshops en andere manieren van informatievoorzieningen. Om te zorgen dat mensen op de hoogte zijn en tijdig maatregelen treffen. Dank jullie wel. Heel veel succes. En laten we hopen dat de reden waarom deze wet tot stand gekomen is ook gestalte zal doen krijgen. En anders in ieder geval door jullie toedoen. Succes. Dankjewel. Dankjewel.